En nu vandaag een vergelijking tussen drie verschillende mascara's. Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva. En ja, het is nog een beetje een kaal gezicht, want ik ga weer iets nieuws met jullie delen. Ik krijg wel de vraag van Eva, waarom doe je dit? Dit is niet helemaal jouw stijl. Omdat er feestdagen eraan komen. En vanwege de feestdagen, ik ben vast niet de enige die in één keer allemaal sociale verplichtingen hebt waar je iets meer op gedirkt naartoe gaat. En dus vandaar dat ik dat heel graag met jullie wou delen. Nou was ik dus bij de kruidvat vanwege de Essence, omdat ik daar van iedereen hoorde, ja, maar dat is heel veel vegan en dit en dat. Toen stond ik voor het vak van Catrice. En ik heb daar dus buiten deze drie mascara's gevonden, die hebben gewoon op het vak zelf staan dat de dingen vegan zijn en niet vegan zijn. Dus ik vind het echt een shout-out naar Catrice. Die zijn sinds dit jaar, wat ik heb begrepen, ook dierproefvrij. Dus ik ben daar echt ontzettend blij mee. Dus die hebben echt alleen al een shout-out verdiend vanwege bij het product hebben staan of het vegan is of niet vegan is. Dus ik ben er echt ontzettend blij mee. En dus waarom wou ik dit doen? Om voor jullie een betaalbare feestelijke event ervan te maken. Als jij, net als ik, verplichtingen hebt waar je in één keer opgedirkt naartoe moet. Terwijl je normaal gesproken buiten misschien een mascaraatje of een iets van je lippen. Misschien gebruiken sommige mensen zelfs dat niet. Maar mijn ervaring is in elk geval, tenminste bij het werk dat ik doe, is dat als jij naar een kerstborrel gaat, dat je toch wel een soort van verplicht is dat je er een beetje leuk uitziet en dat je er even iets aan hebt gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus vandaar deze serie, slaat over als je niks vindt. Misschien is het niks voor de mannen onder de kijkers. Misschien willen mannen soms in contact komen met hun wat vrouwelijkere kant. Of dat ze een keertje een dagje drag willen doen. Dan kan je dit gewoon meenemen. Dus ik wou vandaag een eerste indruk met jullie filmen van deze drie verschillende mascara's. Het zijn, als het goed is, allemaal volume mascara's. Ik heb ze ook allemaal gewoon een dag gedragen. Dus het zijn, als het goed is, alle drie geen waterproof mascara's. Ik ga jullie mijn reactie, wat ik ervan vind, met jullie delen. Dit is de Little Black. Wil je dat scherp stellen? Black One. Het is een mooi uitziende ding. Dit is een volume mascara. Let op bij de mascara's, want het staat er zeer duidelijk bij of hij vegan is of niet. Pak niet lukraken mascara. Kijk eventjes, controleer het eventjes. En deze. En waarom had ik deze erbij gepakt? Want eigenlijk dacht ik, weet je, ik doe alleen twee. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Omdat deze heel erg leek op mijn, volgens mij is het de MAC mascara die ik ooit heb gekocht. En daar zit zo'n ontzettend fijn borsteltje bij. Die mascara die is al lang overleden. Maar dat borsteltje is zo fijn. Ik zal hem straks even hierin zetten. Maar goed, dus vandaar dat ik die ook wou testen. Dus ik heb ze 's ochtends opgesmeerd en de hele dag laten zitten. En hem pas 's avonds afgehaald. En ik dacht, ik zal jullie mijn top laten zien. Deze helaas vind ik echt het minst fijne. Tenzij dat je van erg samengeplakte wimpers houdt. En dat je echt het gevoel hebt de hele dag dat er wat op zit. Ik vind dat gewoon niet fijn. Extra lang, extra curl, weet ik veel. Ik vond hem in elk geval niet zo fijn. Dan vond ik deze ook wel heel erg fijn. Die gaf echt heel veel volume. Ik zal je ook even het borsteltje laten zien. Ik neem aan dat je dat wil weten. Die gaf heel veel volume en die plakte niet zo extreem. Dus dat je echt volume en zat de hele dag heel fijn. Zat niet tot het einde van de dag daar. En ook niet de hele dag het gevoel dat je wat mascara op heb zitten. Dat vond ik gewoon heel erg fijn van deze van Catrice. Hoe heet dat ding? Preta Volume? Zoiets. Velvet Black. En dit was mijn meest favoriete. Heb ik ondertussen nu al meerdere dagen op gehad. En die heeft een heel fijn borsteltje. Omdat het gewoon meer kleinere. Wil je dat helemaal scherp stellen? Die heeft een kleiner borsteltje, echt met gewoon echt
zo'n plastic harder borsteltje. En ik vind dat gewoon net even wat fijner verdelen. Het voelt gewoon net even wat fijner. Het voelt alsof het gewoon niet zo zwaar is. Dit voelt gewoon meer naturel. Dus die gaan we gewoon even lekker ondertussen lekker opdoen. Mascara's zijn minder goedkoop dan de lippenspulletjes. Maar ja, dat lijkt mij wat logischer, want er is een grotere markt voor. En dus waarom ging ik dit aan jullie allemaal laten zien? Waarom wou ik dit per se met jullie delen, ondanks dat het niet helemaal bij mijn kanaal past? Omdat ik denk dat je best even bewust daarvan mag zijn. Want heel veel vegans die zeggen ja, maar dit en dat. Gewoon even de basis make-upje. Gewoon dierproeverij, gewoon fijn. En ik snap dat als jij gewoon geen representatief werk af en toe hoeft te doen, dat helemaal oké is dat je zonder spullen loopt. Want ik loop ook 9 van de 10 keer zonder echt veel make-up. Want ja, je huid is je grootste orgaan, dus die wil je fijn laten ademen. Ik merk dat kletsen en dit opdoen, dat ik daar niet zo heel goed in ben. Dus hou ik even snuffen. Zoiets. En ik blijf dat lastig vinden hoor, om dat zo voor jullie te doen. Maar goed. Waarom wou ik dit toch alsnog met jullie delen? Omdat ik wou gewoon even een paar basisdingen aan jullie laten zien. Ik heb geen foundation gekocht, omdat ik vind dat je huid zoveel mogelijk moet ademen, want je huid is je grootste orgaan. Wat ik als feedback kreeg op de vorige video was dat ik iets te veel wallen had. Dus of ik daar wat, misschien is dit of dat wat voor je. Dus daar ben ik achteraan gegaan en ik heb deze gevonden van Catrice. Ook deze was weer echt een struggle. Ik heb Catrice een mailtje gestuurd en daar heb ik nog geen reactie op gekregen. Dat vind ik echt heel erg jammer. Maar goed, ik heb deze dus geadviseerd gekregen van als ik zoiets ga doen, zorg dan even wat voor de wallen, want dat ziet er wat leuker uit. Dus deze heb ik opgedaan. Ben ik nou nog iets vergeten te vertellen? Nee, dus vandaar deze serie eventjes. Ik wil je even laten zien dat het makkelijk en betaalbaar is. En dus even uitgedokterd wat ik zelf dus de fijnste mascara vind. En daarna dus deze, dat jij niet een hele bubsen hoeft te kopen en in de winkel staat van shit, welke moet ik kopen, welke is handig. Dus een basis make-upje. Dus ik heb iets voor de lippen. Ik heb dus mascara nu uitgedokterd. En wil ik voor de volgende video even wat meer wat feestelijke look doen. En die komt pas volgende week online. Dus maak je niet druk, er komen gewone video's tussendoor. Maar even extra dingetjes voor de feestdagen. Dus als je net als ik wat kerstevents hebt, kerstborrels hebt voor je werk. Bij mij wordt het zeer geapprecieerd als ik daar even wat meer mijn best voor doe. Dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. Heb je verder vragen, opmerkingen, andere dingen, laat het natuurlijk weer beneden achter. En tot de volgende keer. Hoi!